Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken. Hartelijk welkom, beste kijkers, bij een nieuwe uitzending van Feyenoord TV. Het is vrijdag en dat betekent dat we gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van komend weekend. Dat doen we dit keer met Jean-Paul Boetjes. Jean-Paul, welkom. Hoe is het met je? Ja, goed, goed, goed. Ik goed opgestaan. Lekkere week gehad, dus ja, helemaal klaar voor morgen. Ja, vrij rustige week. Jullie hebben een vrij weekend gehad. Wat doe jij dan op een vrij weekend? Ik ben deze keer naar Londen geweest. Want we, ja, dat is wat je zegt, vrij weekendje, kan je even ertussenuit. Want er komt natuurlijk een zwaar programma aan. Met weinig tot geen vrije dagen, dus ik dacht ik neem het er even van. Ja, prachtig programma komt eraan, daar gaan we het straks over hebben. Eerst hebben we een verrassing voor je, voordat we verder gaan. Deze is voor jou. Verrassing? Kijk maar even wat erin zit. Heb ik niet graag een verrassing. Ik geef ze graag weg, maar... Ah, ja. Echt waar? Laat hem even zien aan de camera. Dit is wel echt top, hoor. Ik vind dit wel echt top. Even openmaken. Het is, echt waar? Ja, haal hem er even uit en laat hem even zien. Ik heb wat... Legioen speler van de maand, ja, nee. Augustus. De eerste van het seizoen is voor jou. Nou, hier ben ik wel echt absoluut blij mee. Ja, het is mijn eerste, nee, mijn tweede individuele feestje. Ja. Ik ben natuurlijk al één keer in 2013 dan talent van Rotterdam. Regio Rijnmond ben ik dan geweest. Ja. En dan nu deze, ja, ik krijg een prachtig plekje. Dankjewel, Legioen. Hij is er blij mee. Maar de start mocht er ook zijn natuurlijk, met jouw aandeel in de overwinningen van Feyenoord aan het begin van het seizoen. Je voelt je goed? Nee, ja, ik voel me sowieso goed inderdaad. Ik ben, wat ik dan in de laatste wedstrijden, betrokken geweest bij 4 goals als het ware in 4 wedstrijden. En daar ben ik absoluut blij mee. Maar hem alles met behulp van mijn teamgenoten en de mensen die gewoon part zijn van dit team. Ja. Medisch staf, iedereen, technisch staf, die helpen mij daarbij om mij zo lekker mogelijk te voelen. En tot nu toe werpt dat zijn vruchten af. En, hopelijk kunnen we deze lijn zo lang mogelijk doortrekken, absoluut. Dit is een publieksprijs. Supporters kunnen stemmen op de speler van de maand, elke maand. Maar jij bent dus de eerste. Maakt dat het extra mooi dat de supporters jou hebben verkozen tot winnaar van deze mooie trofee? Nee, ja, dat maakt het zeker mooi. Ik bedoel, ik ben hier weggegaan. En op een wijze die ik natuurlijk liever anders had gehad. Maar het was toen het beste voor mij. En niet iedereen van het Legio stond daar echt achter. Kan ik me best voorstellen. Maar nu ben ik terug en wil ik ze alle energie die zij in ons stoppen, die zij, waarmee zij ons aanmoedigen, wil ik zoveel mogelijk terugbetalen. En daarom waardeer ik dit enorm. Nou, Jean-Paul is er blij mee en hij zei het al, er komen drukke weken aan. En daar had Giovanni van Bronckhorst het in zijn wekelijke persconferentie natuurlijk ook over. Ik vind dat wij een goede selectie hebben, een brede selectie, waar we nu ook de spelers voor hebben, omdat als het toelaat. Te doen. Alleen je kijkt natuurlijk wel steeds naar de wedstrijd en wat de wedstrijd nodig heeft. We hebben heel veel verschillende types op de posities in het veld eigenlijk. En dan is het ook goed dat je soms voor wedstrijden je kan aanpassen. Met misschien één of twee wissels. Dus ik denk dat zeker tot de mogelijkheden behoort. Vorig jaar natuurlijk ook in deze periode de wedstrijd voor Manchester United thuis. En dat is ook goed gegaan. En ik moet zeggen dat de jongens daar ook niet over praten. Ook wij als staf niet. Je bent natuurlijk wel al bezig met de komende wedstrijden. Dat doe je altijd. Je werkt vooruit. Maar naar de jongens toe nog niet. En dat zal zondag pas gebeuren. Nou, ze hebben goed wat je zegt, de eerste wedstrijd gewonnen. Ze hebben gewonnen van Ajax, ze hebben een aantal keer gelijk gespeeld. Heerenveen uit, waar ze pas in de laatste seconde van de wedstrijd de goal tegen krijgen. Het is een team wat gewoon heel makkelijk speelt. Maar wat het ook heel compact kan maken. En ook een tegenstander moeilijk kan maken om ruimtes te vinden. Dus dat zal voor ons morgen ook zo zijn. En daar zullen we mee moeten omgaan. Ja, hij zit er morgen bij. Heeft de afgelopen weken goed kunnen trainen. Heeft ook minuten gemaakt in het belofteteam en zal morgen ook meereizen naar Almelo. Je merkt bij hem natuurlijk dat hij nog niet echt een voorbereiding heeft gehad. En met name niet qua training, maar wel in teamverband. En dat is voor elke speler is dat wennen als je natuurlijk een aantal maanden dat niet gedaan hebt. Dus dat zag je wel aan hem, maar hij pikt dat snel op. En toch ook weer wennen aan zijn nieuwe teamgenoten, aan de club, aan de manier van trainen. Maar
moet zeggen dat de afgelopen weken daar voor hem wel ideaal geweest is. Iedereen die weg geweest is, is fit. Renato had wat last van zijn schouder, is ook gewisseld met, bij Peru de laatste wedstrijd, maar is gewoon beschikbaar mogen. Ja, hij heeft gisteren en vandaag heeft hij het eerste deel van de training meegedaan, dus dat zit... Dat ziet er goed uit en we zullen daar de komende dagen, de komende week zal hij dat steeds uit gaan breiden. Maar dat ziet er goed uit. Nou, die gaat heel goed. Die heeft de laatste twee weken eigenlijk voluit meegetraind. Dus dat ziet er heel positief uit. En de eerstvolgende wedstrijden voor de belofte is pas begin oktober. Dus daar, we zullen gaan kijken hoe we hem het beste klaar kunnen maken voor de eerste elftal. Vermeer is nog in een periode dat hij nog niet belast kan worden met zijn handen. Hij doet wel alles nu in het team ook waar het kan met het voetballende deel. Dus dat is even afwachten als hij echt weer voluit kan trainen. Maar dat duurt nog een aantal weken. Jean-Paul, je zei al, je voelt je weer helemaal goed. Je hebt ook gezegd in het magazine, het vorige Feyenoord magazine, dat het goed was om er even een tijdje tussenuit te zijn. Waar zat dan om in? Nou ja, ik zat... Toen de tijd met bepaalde dingen in mijn hoofd. Privé zat ik niet helemaal lekker. En ik ben een gevoelsmens. En er zijn natuurlijk mensen daarbij die wel een speciaal plekje hebben voor mij. En daar ging het toen even niet zo helemaal goed mee. Dus dat nam ik dan mee. Heb ik uiteindelijk ook niet besproken met de mensen binnen de club hier. Dus die hadden daar geen weet van. En dan zien jullie dat de resultaten tegenvallen. En dat is gebeurd. Had ik het misschien anders kunnen oplossen, had gekund. Maar dat is nu geweest. En nu zijn we gewoon in een lekkere periode waarin alles een goed plek heeft gekregen. En waar ik me nu gewoon vol kan focussen op hetgeen wat ik het liefst wil. En dat is hier in de Kuip spelen. Ja, je zegt je bent een gevoelsmens. Voelt het dan ook weer helemaal goed om hier terug te zijn? Ja, absoluut. Ik ben weer terug in mijn stadje. Ik ben gewoon weer thuis bij de club waar ik de meeste uren volgens mij heb doorgebracht. Ja. Nog meer dan thuis bijna. Maar ik ben absoluut trots en blij dat ik weer terug ben. Merk je dat de successen die Feyenoord de afgelopen seizoenen heeft gehad ook iets hebben gedaan binnen de club ten opzichte van de tijd dat jij er nog zat? Nee, je ziet wel dat ze stap hebben gemaakt natuurlijk. Je weet dat de club natuurlijk financieel stap heeft gemaakt. Maar je ziet ook dat ze weten hoe het is nu om ook prijzen te ontvangen en hoe je daarna moet manifesteren. En natuurlijk praten ze dan dit jaar over titelprolongatie en we zullen maar zien hoe ver wij dat uiteindelijk, of wij dat kunnen bereiken of niet. Maar voor nu ziet het allemaal gewoon goed uit en is de duidelijkheid aanwezig. En ik denk dat duidelijkheid toch wel een van de belangrijkste dingen is. Ja, je hebt gezegd, dit Feyenoord is een volwassen team. Waar zit hem dat in? Waarom volwassen? Nou, wat ik zeg, het is herkennen bijvoorbeeld in het veld, wat is nodig? Kan je wedstrijden met mooi voetbal, zoals we het noemen, winnen? Of moet je dat doen met alleen maar strijd, omdat je de wedstrijd niet echt lekker in de wedstrijd zit? Nou, dat heb je bijvoorbeeld in de twee voorgaande jaren gezien. Dat ze soms niet altijd de beste zijn, maar dat ze wel een winstpartij eruit weten te slepen. En dat is een bepaalde stap die ze toen hebben gezet en die we dit jaar natuurlijk willen doortrekken. Ja, we zeiden het al eerder, er gaan fantastische wedstrijden aankomen. Komende woensdag de Champions League begint. Daar staat ook het hele Feyenoord magazine in het teken van. Nu bij alle legioenleden op de mat vandaag. Ja, woensdag begint het dus. Feyenoord tegen Manchester City. Hoe kijk jij uit naar die Champions League? Natuurlijk, er wordt over gesproken in de kleedkamer. Tuurlijk, en hoe ik daarnaar kijk. Het is prachtig. Champions League, ik heb het dan wel meegemaakt met Basel. Maar de Champions League zelf in de Kuip, dat zal toch heel anders aanvoelen. Met vol stadion en City is niet de kleinste ploeg meer. Nee. Met natuurlijk heel veel grote namen. En we gaan zien hoe ver wij staan vergeleken met de topclubs. Ja, hebben jullie al een strijdplan of is dat ook een wedstrijd lezen zoals je net zei? Kijken wat er te halen valt en daar je tactiek op aanpassen in zo'n wedstrijd. Ja, we hebben nog niet gesproken over die wedstrijd, nog niet geanalyseerd. Natuurlijk zijn ze wel geanalyseerd, maar niet door de spelers nog. Dus we zijn gewoon nu echt bezig met de wedstrijd van morgen. En vanaf zondag zullen we ons wel focussen op City. Dat gaat sowieso wel gebeuren, ja. Ja, want morgen staat de wedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma. Daar gaan we zo over praten. Eerst gaan we kijken naar de mooiste momenten van Heracles tegen Feyenoord uit het verleden.
Rusland ziet de Goedman op rechts. Clavan gaat er onderdoor, die timed verkeerd. En daar is het doelpunt van Landsaat, zijn eerste voor Feyenoord. Fernandes, Cabral en El Amadi voor het doel. Schaken, nou dat is allemaal heel aardig. En nu de voorzet, Schaken, ja, doelpunt! Wat een prachtige actie, Fernandes zat er nog aan. Kopbal bij de tweede paal en nu wel een hele droge treffer van tevreden. Achterin, nou Elia, oh wat een oplettende actie van El Giro Elia. Die niet inhield, die dacht misschien maakt hij een foutje en dat maakte hij. Schaken, dat lijkt hem wel wat, hij is snel. Tevreden net niet, Immers legt alsnog terug, geweldige goal! Vilena, 5 minuten voor rust, prachtige goal van Feyenoord. Het staat 1-2 in Almelo. Wijnaldum, geweldige beweging, kan vrij schieten en oh! Wat een goal van Gini Wijnaldum! Verdiend is de gelijkmaker misschien niet, maar fraai wel. Toornstra wil een combinatie aan, dat is lastig. Het is hartstikke druk, maar het lijkt wel tot een goal van El Amadi. Die in de 29e minuut Feyenoord op een 1-0 voorsprong zet. Ja, Jean-Paul, je zei het al, komende zaterdag dus Heracles Almelo tegen Feyenoord. Wat weet je van die tegenstander? Nou ja, dat ze sowieso Ajax hebben verslagen. 2-1. Dat getuigt dat ze een heel lastige tegenstander zijn. Voornamelijk thuis ook. En ja, ze spelen op kunstgras. Iets waar vaak over wordt gesproken, maar dat bij ons nu niet meer aan de orde is. Dat we het nu niet meer over willen hebben. En niet meer dat excuus willen zien, ja. Of wat dan ook. Maar ik heb er wel eens gespeeld natuurlijk in de voorgaande jaren. En steeds ook in de avond. Was altijd wel lastig. Dus dat we echt 100% moeten inzetten en dat we niet op 80% maar die wedstrijd door kunnen komen, dat staat vast. Dus dat is hetgeen dat we moeten doen. Jullie spelen vroeg in het weekend, zaterdagavond 6:30. Maakt dat nog wat uit voor de voorbereiding? Is dat anders ten opzichte van normaal? Nou ja, de club zit natuurlijk niet om de hoek. Het is even een stukje rijden ook. Maar we zullen eerder verzamelen inderdaad, zodat we goed naar die wedstrijd toe kunnen werken in alle rust en niet hoeven te haasten. Jij kan zelf een persoonlijk record neer gaan zetten. Als je scoort, scoor je voor de eerste keer in je carrière 3 eredivisiewedstrijden op rij. Ben je daar nog mee bezig met zo'n statistiek? Zo wist ik niet. Zou ook extra druk op leggen hoor, dankjewel. Maar nee, ik probeer zo belangrijk mogelijk te zijn voor mijn team. Of dat is met assists, of dat is met goals. En soms gaat het niet altijd, maar dat doe je met werklus. En dat is hetgeen wat ik wil doen. En het zou mooi zijn als ik dan uiteindelijk gewoon weer een recordje voor mezelf vestig. Ja. Heel mooi, we gaan het zien. Dankjewel voor je komst. Succes komende zaterdag en succes de komende week. Wat weet jij trouwens over die Champions League ontmoeting van Feyenoord hier in de Kuip tegen Juventus? Feyenoord-Juventus. In de jaren 90. Dan heb je het over die van 97, toch? Ja. Was het niet, wist je dat Kroes 2 keer scoorde? Kroes scoorde 2 keer hier inderdaad. Ja? Ja. Sta je er nog wat van bij? Ja, nee, dat wat ik zeg. Ja, Kroes 2 keer. Ja. Verder, legendarische wedstrijd natuurlijk. Ja. Als je tegen zo'n tegenstander wil winnen, ja, stop. Laten we hopen dat we die wedstrijden binnenkort weer zien in de Kuip. Yes, okay, nou ja, zeker. Over die wedstrijd Feyenoord tegen Juventus in het Champions League seizoen 1997. Komende zondag de documentaire Tango met de oude dame. Zeker kijken. Première om 8:30 op Fox Sports 1. Nogmaals bedankt Jean-Paul. Ik bedank jullie voor het kijken. Goed weekend en graag tot maandag.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Current en Heineken.